Goedemorgen, het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. En het is droog. Eindelijk. Het is 7:50 en ik moet zo weg. Ik moet naar de dental nog wat voor mijn plaatje. Hopelijk dat ze hem kunnen maken heel snel. Dus, gas op die lolly. Nu heb je gewoon een simpel outfitje aan. Let's go. Ja. Morgen, chick. Morgen. Morgen. Vroeg, hè? Ja. Fucking 8:30 loop ik te laan van Meerdervoort. Niet te doen. Maar goed, ik update jullie dadelijk even. Koken, verse tomatensoep en een shitload aan tosties voor de rest. Een hele goede morgen. Het is 10:45. Het is nog morgen. Het is donderdag. De zon schijnt. Ik ben fucking overbelicht. Maar was dus net wakker. Nia was al wakker, want hij heeft gezellig mee boodschappen gedaan. En we gaan zo even naar de tatoeshop. En nee, ik ga geen tatoe laten zetten. Maar Ras was gisteren weer in een dolle bui. Ik heb een tongpiercing. Oké. Ik ken een tongpiercing. Maar die meid moet je altijd verrassen, anders wordt ze nerveus. Dus ze komt met een nest uit. Ze gaat aankleden, we gaan ze shoppen. Dus, als het lukt ga ik vloggen en dan kunnen jullie lekker meegenieten. Ik heb er zelf ook altijd één gehad, tongpiercing. Maar ik heb hem 2 jaar geleden eruit gehaald. Omdat ik er in mijn slaap op ging bijten mijn tanden. Nou ja, je weet, mijn tanden zijn al één bullshit. Dus alles brak nog sneller af. Dus daarom heb ik hem eruit gehaald. Maar ik mis hem nog steeds. Ik zit nog steeds af en toe. Denk, oh, ik moet hem aandraaien. Oh, nee. Dus, wat gaan we even doen? Dus gas op die lolly. Oké, even een tegenvaller voor haar. We zijn naar de tatoeshop geweest. Maar Martin zet de piercing niet zelf. Dus dat doen we het morgen. Dus dan neem ik jullie morgen mee. Toch? Sedonia is er ook. Hi. Dus, we gaan nou even het kruidvat en zo. Het is lekker weer. Het is 13,5 graden. Alles druk aan het sms'en aan het doen. Sms'en? Wat zeg je nou? Nou, social media onderhouden. Laat ik het dan daar maar op houden. Dus, bal je? Ja, hè? Ik ook wel. Ik wou eigenlijk voor kots gelden, maar ja, dat kan je ook niet maken. Dus ja, dan gaan we morgen gezellig een tongpiercing zetten, Rachel. Ik heb te kijken dan. Ze denken ook, tyfus weg. Dus, gas op die lolly. Voedertijd. En wat een weertje weer. Heerlijk. Een hele goede middag is het. Middag, ja. Bril op. Drop je mijn bek lekker af. Zal op naar beneden. Nou, mijn ding is. Ja. We gaan zo weer richting Delft. Naar de tatoeshop. Voor de poging piercing nummer 2. Dus. Want gisteren deed hij natuurlijk niet. En vandaag is zij er als wel eens goed. Dus ja, dat klopt niet helemaal. Dus we gaan gastvloer geven. En we nemen jullie mee. Nou, we zitten voor de tatoeshop en we zijn net naar binnen geweest. En ze is een beetje teleurgesteld. Ik ook wel eigenlijk. Ze controleren natuurlijk altijd zijn tong. En haar ader loopt precies door het midden. Waar die geprikt moest worden. Dus dat gaat niet worden. Dus helaas. Dus
We gaan weer naar huis. En ik ga een frittata maken met 7000 wasjes. Zo lekker. Eitje gekloppen, dan kruiden erheen, kaas erheen. Helemaal super. Kijk, zo eten wij aan tafel. Mobiele eenheid nummer 1, mobiele eenheid nummer 2 en mobiele eenheid nummer 3. En ja, moeder is ook schuldig nummer 4. Ja, zeg het eens. Zij heeft oordopjes in. En wij zijn nog gezellig. Wij doen zonder oordopjes. Een hele goede morgen. Het is zaterdag. Het is warm. En ik zweet gewoon. Ik zweet nooit. Mijn thermostaat is kapot, om het zo maar te zeggen. Ik kan me niet warm houden. Ik kan me niet afkoelen. Dus, maar goed, mag ik niet klagen, want de zon schijnt. Dus, ik ga even boodschappen doen. Ik heb een simpel outfitje aan. Mijn topjes aan. Daar ben ik wel blij om. Ik vind het wel lekker, die topjes. Ik heb er een stuk of 60. 65 precies. Sommige landen kaartjes eraan. Schaamt me? Nee. Dus, even wachten op Rasje. En dan boodschappen doen. Daarna weet ik het eigenlijk nog niet. Of ik ga lekker in de tuin zitten. En mijn wasbuik hangen natuurlijk. Het is echt lekker weer. Dus, gas op die lolly. En de rest van de dag zit ik gewoon in de tuin. Heerlijk. Welkom. En de chef wil broodje bal vanavond. Ik ga een broodje bal. En wat er overblijft, neemt hij lekker mee naar zijn werk. Goed bezig. Zo, ik ga de vlog lekker afsluiten. Het is al 7. We hebben gegeten. Ik ben lekker verkleurd. En onder zonnebank en in de tuin gezeten. Dus ik zie eruit. Maar goed, ik ga het dadelijk lekker douchen. Dan ga ik lekker naar mijn bedje in, want ik wil morgen met de kinderen even weg. Even lekker ergens heen of zo. Ik heb wel zin in. Dus bedankt voor het kijken. En ik start morgen of vandaag weer een nieuwe vlog. En dan zie ik jullie morgen.